Welkom allemaal bij Red Dead Redemption 2. Na bijna 8 of 7 jaar tijd, eindelijk een vervolg op Red Dead Redemption. Ik weet niet of jullie ooit Red Dead Redemption 1 hebben gespeeld, maar ik vond het echt een fantastisch geweldige game. Het is van Rockstar Games, zoals jullie misschien wel weten, dus dat is van GTA. En dit is eigenlijk goed te vergelijken met GTA. Het is in principe een GTA, alleen dan in de western setting. Dus cowboys en al dat soort shit. En het is gewoon free roam. En ik twijfelde of ik hier een soort let's play van wilde doen. GTA heb ik nog de let's play van gedaan. Maar ik denk toch dat ik dat hiervoor ga doen. En het zullen wel langere episodes worden, want ik wil er wel een beetje op redelijk tempo erheen gaan. Maar ik heb er super veel zin in, dus we gaan snel van start. Let's go. Je voelt gewoon die tension. Ik weet niet. Dus, ik zeg van... hype! Red Dead Redemption 2. Ik ben zo benieuwd. Ik heb echt vrijwel niks van deze game gezien. Echt vrijwel niks. Dus we gaan hier volledig blind in. Ik weet niet eens wat het verhaal is of zo. Ik weet dat het niet aansluit op Red Dead Redemption 1. Of op de een of andere... I don't know. In ieder geval niet met dezelfde characters. Misschien dat er een paar wel terugkwamen. Volgens mij één ervan. Dutch. Dat ik ooit gehoord had. Maar meer weet ik niet. Abigail says he's dying, Dutch. We'll have to stop someplace. Dutch. Okay. Arthur's out looking. I sent him up ahead. Abigail, kom maar ook al bekend voor. Qua naam. Whether it's me. I'm just hoping the law got as lost as we did. There. Arthur. Any luck? I found a place where we can get some shelter. Let Davey rest while he... You know, an old mining town, abandoned. It ain't far. Come on. Come on! Yeah! Abandoned. Het eerste wat ik nou verwacht is, het is een trap. Maar Abigail, dat komt me bekend voor uit Red Dead Redemption 1. Ik weet niet of het... Zo is, maar dat... I don't know. Never mind. Chapter 1, Coulter. Oh, dat is ideaal. Als dat chapters is, dan kan ik elke episode een chapter doen. Misschien. Phil Hooker. Verschrikkelijk achternaam. Bring him in here. It's a trap. Gaskell. He get dead. That fire lit quick. Miss Jones, bring in whatever blankets we have. Mr. Pearson, see what we've got in terms of food. Davy's dead. There was nothing more you could have done. What are we gonna do? We need supplies. Munte? First of all, you're gonna stay here, and you are gonna get yourself warm. Now, I sent John and Mike scouting out ahead. Arthur and I, we're gonna ride out, see if we can find one of them. And this? Just for a short bit. And I don't see what other choice we have. Listen. Listen to me, all of you, for a moment. Now, we've had, well, a bad couple of days. Huh. Call me the back. I loved Davey. Jenny. Sean, Mac, they may be okay. We don't know. But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. But we are gonna ride out and we are gonna find some food. Everybody, we're safe now. There ain't what is it about? Nobody following us through a storm like this one. And by the time they get here, well, we're gonna be long gone. We've been through worse than this before. Is that what I got, hun? Miss Pearson, Miss Grimshaw, I need you to turn this place into a camp. We may be here for a few days. Now, all of you,
All of you, get yourselves warm. Stay strong. Stay with me. We ain't done yet. Okay. Come on, Arthur. Bijzonder right. Begin. Ik weet niet wat er is gebeurd. Dus het is echt zo van, wat? So, they both must have headed down the hill. Sure. Hey, I ain't had time to ask. What really went down back there on that boat? We missed you. That's what happened. Come on. Hey, you need horses? Oh, yeah. Hey, Mr. Smith, get yourself indoors. You need to rest that hand. I'll live. Get indoors, son. Bye. Okay, here gaan we dan. Dit is the game, jongens. Red Dead Redemption 2. Zoals ik dus al vertelde, een western free roam game. Sure what we're gonna find out here, Dutch. We have to try. Stay close. We'll do our best to stick to the trail. Flink storm dit. Been 2 days or more like this now. Oh, it has to blow over soon. Ik hoop ook dat je dit soort weer ook echt in free roam hebt. En dan vooral in online. Gewoon zulke dichte stormen en zo. Dat is echt vet. Ik denk het niet, maar het zou wel tof zijn. Want deze game is de eerste paar weken single player only. En daarna komt online erbij. Net als wat GTA had. Hij is de laatste, Arthur. No more. We need to get those people warm and fed. At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this. A couple more days, we'll be on the other side. You need to help me pick the others back up. You're the only one I can rely on to stay strong right now. We got fire and shelter. That's a start. That's a good begin. Talk to Dutch. What about the money? What's the trap? It's a trap? Do you think it was Blackwater? In Blackwater? Wait, is that someone coming towards us? Dat was van deel 1. Nee, ik wil de rest van het verhaal horen. Nee. Maar Blackwater zat in Red Dead Redemption 1. Who's there? Micah. Gentlemen. Found anything? I think so. Found a little homestead down that way. Okay. Anyone home? Sure. Place is blazing with light and noise. Sounded like a party. Let's go see. Follow me. How's Davy doing? He didn't make it. Nor did little Jenny. That's too bad. Davy was a real fighter. Both of them. Hold to match speed. Okay, okay. Was. Yeah. That is not match speed. Sean, come on. You don't know. Quite a business. I'm glad you're all right, Micah. Always. Je ziet echt helemaal niks, hè. Hey, have you seen John, Micah? Didn't see much of anything once this storm came in. He hasn't seen him. He'll be fine. He will be fine. Right for that boy. Ik ben gewoon benieuwd wat er vooraf is gegaan. Jack and Sean are still out there somewhere too. Hey, Arthur, let me take the rear. You move up. Goed zo, goed zo. Maar dat vind ik altijd verschrikkelijk irritant aan games. Wanneer ze in principe niet gelijk het verhaal vertellen. Waardoor je iedere keer met vragen blijft zitten. Are you sure about this? Oké. You sure about this, Micah? Micah. Morgan. Shit, nou hoor ik nog niet wat hij zei. I would be so pleased to see your face. Been kind of ook al vaak. Lonely out here. Where's everyone else? Over mine in camp, back up the hill. Huddled around a fire, waiting for Daddy to put food on the table. Said it before, we got too many mouths to feed. Well, we got a few less now, so you should be happy. That ain't fair, Arthur. I earn my share. You think it's unreasonable to expect others to do the same? I have the punt. So, this house. You speak to the people there already? Okay, let's keep it down now, gentlemen. It's just up ahead.
Snuff and stash those lamps. Oh, thank God. Best you two lie low on this. Okay. Wat zal daar zijn? Let's head down there. Het zou op zich wel vet zijn als je dadelijk in de free room ook hebt dat het nacht wordt en dat je dan met zo'n lantaarn rond moet lopen. Dat je anders niks ziet. Dat het echt pikdonker is. Ik denk niet dat het zal zijn. Dat zal het vet zijn. Health is displayed in the lower left corner. Oké. Een rondje dus. The other part shows the remaining health. The level of the inner core influences how quickly your health refills. Aha. Sorry hoor, maar die ziet er niet echt uit als een face, wel? Ik hoor wel muziek. Let me handle this. We don't want to spook these. Damn, dit is flinke sneeuw. Follow Dutch. Oké, Dutch. Schiet op jij. Someone. Kijk hoe hoog die sneeuw staat. You too. Get yourself out of sight. One lonely man is a lot less intimidating than three nasty looking degenerates. Micah. Hide behind that wagon. Arthur, you take that old shed on the left and stay. Oh, ik ben Arthur dus. Shed on the left. Oké. Okay. Hier. Ik moet hier hiden. Prima. Hij heeft op zich wel een punt, inderdaad. Maar dit komt ook zo shady over. Toch? Ik weet niet. Hello? Shut up, Billy. Hello? Hij wordt sowieso geëxecuteerd. Hello, friend. What you want? I am very sorry to disturb you. My friends and I, well, we got into some trouble up the way, lost in the storm. Gentlemen. We can't help you, mister. I got folks. Arthur. Dying on the trail. Arthur, we got a problem. What's up? Oh. Folks. There's a corpse right here. No, I just Arthur. Need some. There's a body in the wagon. I hear you. Just gentlemen, keep your eyes on Dutch. Protect Dutch. Okay. I think you should go. We hebben een pistool. Ik wist het. Die mensen zijn niet te vertrouwen. Mag ik schieten, please? Now, friend. I ain't asking for much. Please. I am kind of desperate. Hey. I don't believe it. Come here, partner. Come here. Hoe kun je ze maar kunnen zien als ik aim? Goddamn. No. Goddammit. Box on. Nee. Dutch is de boos van. Ik blijf Dutch het overleven. Ik moet even die controles onder de knie krijgen. Dat is wel even wennen, man. Hij schiet ze. Ah, hij schiet zijn hoed van zo. Hij zit achter mij. Wow. Damn. Run after the outlaw. Oh, er is iemand weggerend. Hoe is het met Dutch? Er is als het goed is een soort van. Wacht, kan ik niet gewoon schieten? Fuck you. er is volgens mij een soort van. Weet het ook weer. Het is een soort van slow-mo dat je meerdere mensen kan taggen. En dat wilde ik net eigenlijk doen, alleen dat kon nog niet. Dus waarschijnlijk heb ik het nog niet unlocked. Dus dat was een beetje raar, hè? Alrighty. Is dat een hoed? Ja, dat is die hoed die ik van iemand zijn hoofd afschoot. 0 to 100 real quick. And hold squared near items to pick them up while searching the house. Kan ik letterlijk alles oppakken? Maybe they're hiding up here too. Oh, dat kan serieus. Oh, wow. Oh, what the hell? Big as the one on yours. One calm dead is about the only thing me and Uncle Sam. Food. Damn. Your health core drains over time and is now empty. Starving. While empty, you will experience negative effects. What? Hold to open satchel. Oh, hold.
Oké, dit zijn mijn items dus. Oh, kijk. Dit heb je dus nodig om te healen. Moderately restores health core and slightly restores stamina core. Oké. Geef me wat schmits. Baked beans. Maar dat is flink uitgebreid dan. Different items have different effects. Oké, ja, dat kan ik begrepen. Daar ligt nog iets. Waar is dat? Op splits lijkt me ook niet zo verstandig. Vooral niet in deze storm. Ik heb nu het geluid iets geboost. Ik weet niet of dat echt helpt of zo, maar ik kan het proberen. Wat is dit? Ammo? Oh, wat? Kates? Maar hier hebben we iets. Kan ik dat pakken? Oh nee, ik dacht even dat ik die, dat lijstje kon pakken. We missen hier nog meer. Kunnen we die kist openen? Oh, dat kan! Wat zit erin? Oh, money. It's some money. Gold pocket watch, hell yeah. Oh, er lag nog meer in. En je kunt zoveel openen. Ben ik niet gewend van een GTA game. In een GTA game is het meestal gewoon dat je niet echt kan interacten met items. We kunnen zelfs hier naar boven. Dat zal ik zo even doen. Oh, wauw. Dat bedoel ik dus. Je kunt letterlijk elk kastje openen. Medicijnen. Die kunnen we wel gebruiken. Open health cure. Geen idee hoe dat zit. We gaan even boven kijken. Kunnen wij niet beter gewoon hier zitten dan in die andere woning? Ik bedoel, hier heb je een open haard en al. En misschien die andere ook, die ghost town. I don't know. What are you doing in there, Je zei net dat ik er even rond moest zoeken. Come on. Nou, niet zo Arthur, gaan doen, hè. Arthur, keep looking for stuff. Oh, ja. Arthur, go see if there's anything in that barn. Die barn. You search the cabin. See what we missed. Oké. Nou, op zich is het wel verstandig. Investigate the barn. Barney. Ik krijg het zo koud van dat weer. Echt, vind ik niet leuk. Press to view current objectives again. Ja, oké. Dat is prima. Oeh, horses. Jezus Christus, dit was dat geluid. Dit was een trein. You shall my cousin. Oké, stomp hem. Oh. Wat? What's going on? This guy just jumped me. Oh, did he now? Oeh. Ah. Oké. Dat was. Oh, hij is nog niet dood. Should I kill him? No. Niet? Not yet. Find out what they're doing here. Ja. Oké. Where Colm is. Oh, this son of a bitch will talk. Bam! Ik vind het raar dat je moet slaan met een rondje. Waarom? Oh. You are making a big mistake. Okay. Where's Colm O'Driscoll? With the others. At an old mining camp southwest of here. Near the lake. What are you bastards doing? Why mining camp. There's zijn wij ook. Old mining camp. We're fixing to rob some train. Gonna blow the tracks. Nah, I don't know more than that, I swear. Well, I would say it looks like you have this, Arthur. Do what you want with him. I don't care. But bring that horse when you're done. Sorry, maar hij gaat eraan. Oh, ik kan hem ook choken. Oké, nou ja. Come on. Hij is een crimineel. Hij wil een trein overvallen. Dus, geen medelijden. Pick up your gun. Wat? Oh, ja. Oh, wauw. Die heb ik laten vallen. Pick up your hat. Wauw. Ja, zonder mijn hoed kan ik niet weg, hè? Nee. Horsey. Horse bonding achieved, level 1.
Ja, dat had ik dus begrepen. Je moet inderdaad een band opbouwen met je paard. Waardoor hij beter wordt, als het ware. Kan ik... Wat? Oh, leed. Ik denk, ik moet daar een zadel op leggen, maar dat zit er al op. Maar je moet dus een soort band opbouwen met je paarden. Op zich wel vet, gedetailleerd, maar tegelijkertijd... Ik weet niet in hoeverre dat echt fijn is. Maar we zullen zien. Goh. Nou, dit is dus voortaan mijn paardje. Dit is, ja, wat is een leuke paardennaam? I don't know. Oh, wat? Waar komt die chick vandaan? Leave her alone. I wasn't doing nothing. She's one of them O'Driscolls. No, she ain't, Michael. Look at her. Miss, miss. Are you... Oh, you fool. Michael. He fucked up. Now, it is going to be okay. We mean you no harm. Miss, miss. It's a fleek mess. Come on. It'll be okay. We need to get out of here and quick. It will be okay. Nope. Is that an end? You okay, miss? They came 3 days ago. And my husband, they... Okay. Miss, you are... Ah, die lag dus in die kar. Ze hadden gewoon een plek nodig om te overnachten. Die hebben dus in principe die woning gekaapt en die... You come with us. Die man vermoord. Miss, it's okay. We're bad men. We ate them. We're bad, man. Get on. We'll keep you safe until you figure out what you want to do. What you want to do? Miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Mrs. Sadie is a bit sad. He was my husband. He dead now. Daar lacht hij inderdaad. Ah, oké. Okay. Nou. Bijzondere introductie. Moet ik eerlijk bekennen. Bijzonder. Maar het zal daar ook allemaal nog wel wat duidelijker worden. En het is nou ook nog geen free roam en zo. Dus we zullen zien. Somebody's coming. Oeh, het is een sniper. Looks like it's Dutch. Hey everybody, Dutch is back. How'd you get on? Micah found a homestead, but he weren't the first. Combe O'Driscoll and his scum, they beat us to it. We found some of them there. But there is more about, apparently. Scouting the train. Thank you. That's the last thing we need right now, Dutch. Well, it is what it is. But we found some supplies, some blankets, a little bit of food, and this poor soul, Mrs. Adler. Miss Tilly, Miss Karen, would you warm her up? Give her a drink or something? And Mrs. Adler, it's gonna be okay. You're safe now. They turned her into a widow. Animals. I need some rest. I haven't slept in 3 days. You're over here. Miss O'Shea will show you the way. Mr. Morgan, we put you in a room over here. Thank you, Miss Grimshaw. Mr. Bell, you're with the fellas over there. The fellers. How come Arthur gets a room and I get a bunk bed next to Bill Williamson and a bunch of darkies? Get yourself to bed. Come on, we'll buy your kamertje. Haha. Suck it. Van wat ik had begrepen, is deze hele game eigenlijk met je groep. Die we nou dus hebben. En als het ware... We've been seen in days. Weather ain't let up. He's strong. And he's smart. Strong, at least. Hello, Arthur. Abigail. Arthur, how you doing? Just fine, Abigail. And you? I need you to... I'm sorry. I'm sorry to ask, but... It's little John. He's got himself caught into a scrape again. He ain't been seen in two days. Your John will be fine.
I mean, he may be as dumb as rocks and as dull as rusted iron, but that ain't changing because he got caught in some snowstorm. Please go take a look. Javier? Yes. Javier, will you ride out with Arthur to take a look for John? You're the two best fit men we've got. Now? She's... We're all... Ik wil haar achternaam weten. We're pretty worried about him. I know. The situation were reversed. He'd look for me. Want... Thank you. Ik zou zweren... This way. Last I know, John was headed up the river. For all we know, he kept riding north and never looked back. Want ik zit aan het denken, ze kwamen uit Blackwater, of daar zijn ze geweest. Nou, dat is dus ook dat stadje waar de vorige Red Dead Redemption zich afspeelt. Niet alleen in dat stadje, maar dat was een van de steden daar. En Abigail, die naam komt me heel erg bekend voor. En John, dan leg ik de link met John Marston. Maar was dat die oudere? En die was overleden, dus ik weet niet of die zoon, hoe die zoon heette. Nou ja, niet men. I don't know. Smoke. Come on, let's take a look. Let's hope it ain't more of O'Driscoll's boys. Well. Hey, hebben een kampvuur. Seems somebody left. Recently. And that way. Sporen. Sure, ja, dat is wel het voordeel met die sneeuw. Je kunt mooi die sporen volgen. There's some tracks leading to the river. Ik geloof niet dat ze daar spullen hebben liggen, dus ik kan wel afstappen, maar dat schiet niet heel veel op, denk ik. See, they continue up that way. Horse health is displayed in the lower left corner. Your horse will collapse if its health bar fully depletes. Could be anyone. Let's just see where they lead. So, horse stamina is displayed in the lower left corner. Stamina drains when your horse gallops and jumps. We had the money, it seemed fine. Then suddenly they were everywhere. Bounty hunters? No, Pinkertons. It was crazy. Change camera, blah blah blah. You got first person, looks like. Yeah, see ya? Bad way. But it was a bad situation. We zijn dus nu op zoek naar John. Waarom zou hij hier helemaal in zijn eentje zitten? Mac and John, both shot too. Sean, we don't even know. I'm surprised we escaped at all. By the time you boys showed up from the other side of town, we were only just holding on. Bad business, all right. Da-da-down, down. Da-da-down, down. We don't move fast. Hey, look. Over there. You see that? Nee? Wat zie jij? Oh, daar rechts. Oh, it's a body. He dead. John was riding that Blackwater. Let's see if he can hear us. Horsey. Oh, he's yeah! From up ahead somewhere. Hell yeah. Okay, gaan we eraf? Go much further on the horses. We'll have to walk from here. I grab that shotgun from your You can only carry one sidearm at a time. You can swap carried weapons with a blah blah blah. Oh, what? Op your horse? Ik denk via dat wiel. Grab your shotgun. Come on. Dat is wel vet. Wacht. Horse weapons. What? Down this way. Dat vind ik al gaaf. Dat vind ik serieus gaaf. Maar ik vind het een beetje raar. Ik kan makkelijk een pistool bij hebben, want ik heb er een holster rechts. En die shotgun in mijn hand. Watch your step. This is real slippery. Stay close to the wall. Your stamina core is empty. Your movement will be limited. For real? Wat? Ik heb alleen maar gewandeld. Come on. You can access your satchel by holding. Okay. Come on. We're coming, John! Ik zou gewoon niet begrijpen waarom je in hemelsnaam helemaal hier zou gaan verstoppen. Oh, kun je me even een handje helpen? Nee? Oh, ik kan er wel omhoog. Echt wat een Johnny boy hier. Wacht op mij! Hij had wel geluisterd, hij hoorde mij. Hé,
How are Fletchers? I'm miserable. Been a tough few days. I know. Here, take a drink of that. Thanks. I'm not designed for this snow. Your stamina core is no longer empty. Continue to eat and drink to maintain Let's your course. Like all the Come Sims, on. Mom. John! John, you there? John, can you hear me? John, where are you? Je kunt een speciale dialoog krijgen door mensen, met die mensen te praten. Met L2. En waarschijnlijk kun je er ook bepaalde speciale dingen mee unlocken, als het ware. Hoe kan het zijn dat ik hem nog steeds niet zie? Ik hoor hem al de hele tijd. Marston! Deze is wel John Marston! That's quite a scratch you got there. Never thought I'd say this, but it's good to see you, Arthur Morgan. What? You don't look so good. I don't feel too good neither. Dat is wel gaaf gedaan. Dit is de dude van deel 1. John Marston. Don't die just yet, cowboy. Maar Compadre. Die speelt ze dus al voor Red Dead Redemption 1 in principe. Ja, sowieso. Can't go back the way we came. Ik dacht, misschien is dit die zoon van John Marston, maar ik wist niet meer hoe die heet. Ik geloof niet dat hij ook John heet. Can't argue with you there. See, I told Dutch you weren't the right man for this. I'm sure you did. You all right? I think so. Come on. Hopefully this will lead us out. Ik weet niet hoe lang deze eerste... Oh god, no! Look up there. No! Goddamn wolves! Maar I'll keep John's friends off until you're clear. Okay, here we go, John. We'll leave them to Arthur. Hold L2 to lock on an animal and square to attract attention. Aye! Nee, nee, ik wilde niet. Are you kidding me? Hij schoot twee keer. Het is een double-barreled shotgun, dus dat is het lastige. Good work, Arthur. Wat kan ik die skinnen? Okay, let's get going. Before any more nope. Bastards show up. Wat ik had gezien uit trailers, zit er heel veel wildlife in deze game. Dat is echt awesome. En welke is mijn paard? Deze? Oh, deze. Maar je zult dus heel veel verschillende dieren tegenkomen in Free Roam. In deel 1 had je ook beren en zo, die zullen er ook weer zijn. Come on then, let's get back to the others. Nou, ik vind het wel leuk om Johnny weer te zien. John Marston. You'll be fine. It's just Dat is like wel gaaf. A dog bite. You knew a fella? Got bit by a dog. Died an hour later. You ain't gonna die. Not yet. Hey. More coming down the hill. Oh. Op gepast. Bam. Are you kidding me? Get out of here. Get out of here. Dat was bullshit. Ik schoot hem met een shotgun raak. There's more on the right. Uh-oh. More coming in on the left. Get the hell out of here. Je hebt toch geen auto 2 van me op? En dat is heel erg lastig. Dat ben je gewend. Of ja, er is auto 2, maar verre van... Oh. Verre van vergelijkbaar met GTA, waarbij het echt super snappy is. Jesus. You still with us, Marston? Just about. You're gonna be okay. You should ride in the water for a bit. Try to lose a scent. Don't want to leave a trail right back to camp. Is dat niet juist een heel slecht idee? Ik snap zijn gedachten, maar dit is toch steenkoud. So, freezing, bleeding, starving. Damn near getting eaten to death ain't good enough for you. Here, let's cross to the left. Yeah, come on. Let's push hard and get back. Ik denk dat er nog wel wat dieren zullen zijn, denk je niet? See those buildings up ahead, John. Oh, never mind. That's where we camped.
Yeah, buddy. Nou, Johnny Boy. Had ik toch gelijk al die tijd. Nou, Abigail, die naam kwam me al bekend voor. Zo, nou, we zijn weer thuis. Gezellig. Waar is iedereen? We got some help. We need some help here. Oh. You're alive. Ik dacht even dat er niemand meer was. There we go. Hey, careful, idiotas. It's his leg. Idiotas. Come on, let's get you warm. Thank you. Thank you both. Hey, dog. Hey, this is a new low, even by your standards. Thank you, Arthur. Thank you. You got any other lost maidens need saving? Not today. Have you and Dutch talked about how we're going to get out of this? I was just discussing with Herr Strauss when the weather breaks. I suppose we'll have to keep heading east. East? Into all that civilization? I know. The west is where our problems are worse. Come on, Herr Strauss, let's get warm. Thank you, Mr. Morgan. We have been running for weeks. We found shelter. Just a scratch. Been resting here in some old abandoned mining town while we wait the thaw. Hardly the spring I had been hoping for. Mission complete, enter, blah, 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 blah. Events and interesting locations are noted in your journal as you can explore a hold, blah, blah. Okay, great. Oh, ik kan dit nou allemaal checken. Drawer. Hey, wat hebben we daarin liggen? Ik heb geen idee wat het is. Neem maar om mee. Het zal ergens goed voor zijn. En wat is dat? Is het een aansteker? No. I don't know. We had a bit of bad luck, but then the storm covered our tracks, so now we wait a bit, and we go back to Blackwater, and we get our money, or we get some more money, and we keep heading west. But we're heading east. For now. Hey, we hebben een verrekijker. Halleluja. We hebben wel redelijk wat items dan, in principe. Dit, ja, restores a little bit. In principe heb ik nou geen items nodig. Ik vind het wel iets wat, waar ik echt aan zou moeten gaan wennen. De continu mezelf moet healen met dat soort items en zo. En niet alleen healen, maar ook die stamina. Wat is het saai te doen? Oh, sorry. Sorry. Oké, we gaan eens even naar buiten. Wacht, wat is hier eigenlijk? Heb je nog een hokje? Ah, dat is een zaag. Oké. Hier gaan we dan. Het is nog steeds winter. Nog steeds koud. Rip. Ik vind het zielig voor het paardje. Het is ook in de kou. Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Moet ik hier nou gewoon een beetje rond hangen en kijken naar items? Wat ik in principe kan doen. Oh, Jesus. Waar is hier gaande? Wat? You're safe now. Sadie. Oh. She'll be okay, Arthur. I'm sure she will, Mary Beth. Ik wil greeting. Maar oké, weet je wel? The best you can with this place, Miss Grimshaw. It could be worse, given the circumstances. No doubt. Keep warm, all of you. Keep warm. Is that Johnny? And we'll get off this hill. I hope so. Stay strong. It's been a nasty. Johnny. You doing okay now? I think so. Thank you. Of course. Same as always. All of you. Ain't that so, Mr. Morgan? Ja. Ze stonden nog steeds tegen mij te praten, maar ik liep gewoon weg. We gaan eens even naar de volgende missies, want ik heb geen zin om naar al die mensen af te gaan. Op zich is dat wel iets wat je eigenlijk moet doen in een game als dit. Maar niet nu. Nou, heb jij nog iets te vertellen? Hey, alert there, Javier. Morning, Arthur. Oh, dat was het gesprek. Nou, dat was een intense conversatie. Boys, because I thought you liked action. A couple of days on the lam, you lot have all turned yellow. Apart from you, of course. Shut up, Michael. I ain't never seen so many long faces. I guess folks miss them. That fell? But when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party.
What a party. Probably. Uh-huh. That funny, huh? Sure. No. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it! Now! You fools punching each other when Como Driscoll's needing punching hard. You want to sit around waiting for him to come find us? All of you, we got work to do. Come on. Is there Google got in my hood? Yes. Both been through a lot recently. We hardly back on our feet yet. And the last thing we need is to get bushwhacked by Como Driscoll. Let's go. I know you hate him, Dutch. He's here for us. I doubt that. No, you're just doubting me. I would never doubt you, Dutch. You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. And this is about more than revenge for business long ago. They were talking about trains and detonators here. Colm always had good information. Come on. And you think now is the right time to hit a train? Now you might fancy living on deer piss and rabbit shit. I'm getting too old for that life. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson, would you please look after the place? There are O'Driscolls about. Yeah! Hee-haw! Nou, we zijn in ieder geval gepromoveerd. We hebben een lasso. Mocht het allemaal niet volgens plan gaan, dan kunnen we er altijd nog een knoop in leggen. You said follow the main trail southwest. They're camped near some lake. Okay, let's go find these bastards before they find us and rob this core of their planet. Het is dus de bedoeling dat wij een trein gaan overvallen later. Het is eigenlijk zo dat die andere mensen zijn eigenlijk van plan om een trein te gaan overvallen. Maar dat gaan wij dadelijk dan doen ofzo. We zullen zien. Maar voor wat ik had begrepen van deze game. Tracks. Ach, sporen. Er zijn er veel inderdaad. Wat ik had begrepen is dat jij in de singleplayer eigenlijk continu aan het rondreizen bent. Met je groepje, met je kamp eigenlijk. Dus overal continu kamp opzetten. I know you don't think much of my ideas recently, but this is the right move. Okay. You know I got your back. I learned a long time ago that you hit Como Driscoll. Wait for him, and people you love will die. This feud between you and him needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some it will I be. Can't forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this'll end. Damn no. Right, boss. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut Ooh. Up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. We hebben nou wel een mooie rifle. Er zit alleen geen scope op, helaas. Dus ik kom mooi van een afstandje mooi snipen. Hold up here. Bam! What are you doing? Oh ja, je zegt hold up here. All right, what are you doing? This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. We are ready. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little. See if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Hebben een flinke postie, of nee? Hey, we zijn zessen, dat is netjes. Oh. Nee, daar vergat ik het bijna. Nee. You were going with Dutch. Hou stil. Ik wil hier mijn wapen hebben. Hoe deed ik dat weer? Satchel. Nee, ik wil mijn wapen van de paard afpakken. Hoe pak ik die er vanaf? Nee, dat is mijn journal. Ik wil mijn wapen pakken. Hoe dan? Gun mij dat wapen. Oké, ik kan blijkbaar mijn rifle niet pakken. Waarom weet ik niet? Don't judge me. Het kan niet. Ik loop al gewoon met Dutch.
Zal wel niet moeten dan. Eén. Kunnen we ze taggen op een of andere manier? Twee. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's him. Drie. Zit er niet één boven? Ah, om een doekje volgens mij, of niet? Dat lastig te zien. Er zijn er zat. Het is zo lastig om te zien, maar er zijn echt veel mensen hier. Twee, vier, vijf, zes. Daar nog één? Zeven? No. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Cone can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. All right. Let's go pay our old friends a visit. Oh, hell yeah. Wat is nou dus de bedoeling? Dat probeer ik net al. You two, get up there and keep us covered. Weapons were set in your loadout before... Bla bla bla. Dit is mijn paard, of niet? Volgens mij wel. Daar. Kijk, oké. Okay. Okay. Woep! Come on, let's go. Seems easiest to take the same path down as Bill and Micah. Like you said, revenge is a luxury we can't afford. Yeah, just wasn't sure you agreed with me. Arthur, have you completely lost faith in me? Our needs right now are supplies, equipment, and a way out of here. Everything else, including Cole, can wait. Okay. There's enough of those bastards down there to deal with as it is. Now, come on. Damn! Dat ziet er wel vet uit. We zitten ook zo hoog eigenlijk, hè? Dit is echt een vette game. Mooie game. Ook al is alles wit en sneeuw. Ik vind het wel een mooie game. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet dadelijk in de lente. Want deze game speelt zich natuurlijk niet volledig af in de winter. En wat we nou dus... Wat we nou dus van plan zijn is... Zij zijn van plan om een trein te overvallen. En wij gaan dan weer van hun stelen ofzo. Dat is een beetje het idee, dacht ik. Vreemd. Maar nee. Als het werkt, dan werkt het. We zullen zien. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running. Hush. Let's just get down there first. Ik ben benieuwd of dit volledig stealth kan. Let's head for that building in front. Stay low. Do 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 do. Er staat geen iemand! Ah. Oh, dat is een friendly, neem ik aan. Anders. Ja, dat is een friendly. Okay, let's get in cover. Ik denk al, what the hell? Hoe komen zij zo snel? So, what are we doing, Dutch? I can take this if you want. Just make the call. You want to take the lead? Go. Look at Dutch to give. Instructions. Send the gang. Okay, fine. You make the move. Waar naartoe? Kan ik dat zeggen? Oké, ik wil nog helemaal niet schieten, maar ze schoot aan zichzelf al. En ik... Oké. Okay. Ik kan mijn gang laten verplaatsen als het ware. Maar dat is niet mogelijk. Woe! Nee! Goddammit. God, die auto-aim, dat werkt zoveel anders dan GTA. Ja, dat is echt even wennen.
Oeh! Wat is er? Oh! Nee, ik schoot door het eraf. Oh. Enemies incoming! Ik vraag me echt af of dit stealth komt. Dat vraag ik me nou echt af. En moet er eentje daar ook zitten? Die kant op. Oh. Ah, daar. Kan ik hier opklimmen? Oh, dat kan. Damn. Dat schieten gaat echt traag, man. Weet je wat? Ik flank ze. Surprise, motherfucker! Woe! Oh, in zijn gezicht. Got him. I think that's all of them. Search the bodies. Strip everything we can from them. Alrighty. Looten. You recognize any of them, Dutch? Of course not. Colm doesn't give a damn about these men. All he cares about is numbers. If you can shoot a gun and ride a horse and kill without thought, you're in. Think how long some of you have been with me. I imagine Colm doesn't even know half the names of these fools. Keep looking. We need everything. Hey, tas. Kan ik die tas openen? Keep searching the bodies, Arthur. Ik moet die tas er kunnen openen, of niet? Dat kan niet. Ah. Oh, wat? Heads up, boys. We got more coming in. En de muziek, come back. Schiet weer zijn hoed erop. What do you think, Arthur? Do we hold ground here? Go at. De zon nou iets over die dead eye. Hoe werkt... Oh, dat... Zo, ik heb hem. Dat is Dead Eye. We gaan het zo meteen even testen als er meer enemies zijn. Oeh. Ik vraag me af of ik die, die schouders kan wisselen. Of welke schouder je eet. Dat is altijd een dingetje wat heel veel games missen. En wat echt belangrijk is. Want jij als zware dus zo één of zo één. Dat maakt echt een groot verschil. Oeh. Got him. Oké, ik moet even healen. Volgens mij maakt dat niet heel veel uit, hoor. Ik kan kijken of ik ze hier allemaal nog kan healen. Of kan looten. Dat kan wel. Dat even doen dan. Gewoon voor de zekerheid. Rastaar! Er zijn er zoveel dood, jongen. Die kunnen allemaal looten. Weet je wat? Ik loot deze nu en dan loop ik wel mee. Want anders blijf ik aan de gang. What up? Good work, boys. Now, let's tear this place apart. Waarom? You go search that wagon there. Mike, search that building. Arthur, you take that building to the left. Okay. Find those detonators, explosives, anything you can. Dynamite! Yeah, buddy. Here. Comes in handy. This looks good. What do you think, Bill? Well, looks fine. Smells good. Come on. Did we get everything? Think so, boss. Found this on one of them. Thank you. This is perfect. Die had ik ook zien liggen, inderdaad. Oh, yeah. Die map. This is something about the train they was gonna rob. A Mr. Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Okay. Gaan we nou weer terug naar ons kamp? Let's get out of here. Ik hoop het wel, want dan kan deze episode beëindigen, want mijn camera valt waarschijnlijk elk moment uit. Good work, fellas. En dan kunnen we de volgende episode die trein gaan overvallen. Back up and fight. That's who we are. Outlaws for life, fellas. Outlaws for life, fellas. We have John, Mac, Charles, and Sean back riding with us, and I believe, I know, they will all be back. Dan zijn we met z'n negenen, toch? Of niet? Of wel met z'n... I don't know. More than any bullet in the head. Especially when we rob this train, too. Oef.
Yeah, I guess we'll see about that. Oh, indeed we will. We win. You know, he'll come after us. Oh, of course he will, just like all the rest. But we're gonna stay a step ahead of them. Make sure we always know where they are before they know where we are. We allowed ourselves to get a step behind in Blackwater. That won't happen again. Dat is dus waarom we continu overal nieuwe kampen moeten gaan maken. Omdat we altijd blijven verplaatsen. Wat op zich logisch is, als jij gezocht wordt door iedereen, dan ja, als je altijd gezocht wordt door mensen, dan kun je niet op één plek blijven leven. Dat is onmogelijk. Altijd blijven verhuizen als het ware. You see that fella? Wasn't he at the camp with Colm? Leave him to me. Alright, we're heading back. Just bring him back alive. Nee! Okay, ik wil hem niet laten leven! Hij moet sterven! Oké, kom maar. Pakken hem aan. Let's go. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk schieten vanaf mijn paard. Oh, wacht. Nee. Ik mocht hem niet neerschieten. Heb ik iets anders? Ik heb een lasso. Ja. Yeah. Oké, we gaan het nou voor de lasso. Now, come on. Oh, dat moest ook. Kan ik dat even weggooien, denk je? Pakken! No, ik mis. Come on, you start of a duck. Waarom rent hij zo ontzettend traag? Got him. Die kan ik me nog herinneren inderdaad, van 1. Dat was zo vet. Kun je mensen vastbinden, die kon je achter je paard hangen. Dat was geweldig. Ik ga hem eerst looten, fuck hem. Toen niks nodig. Ik vraag me af of je mensen ook weer op het treinspoor kan leggen. Dat kon in 1 wel. Dat was bijzonder. Just let me go, come on. Nee, ik kan niet remove, ik kom op mijn paard. Hup. Move it. What's your name, boy? I don't know. Moet terug. It's Kieran. Kieran what? Duffy, Kieran Duffy. Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Oof. Why? What are you gonna do to me? Some fan you ain't gonna like. So I'd advise you to save your breath for screaming. No, please! Wij zijn wel savages. Dat is eigenlijk altijd wel een beetje bij Rockstar Games, hè. En dat is op zich ook logisch, anders heb je een heel saaie game. Let me go. I'll disappear. I'll go to Mexico. Mexico! Het wordt al wat lichter, volgens mij. Het begint een beetje op te klaren. Shut your mouth, you little shitter. I will shut it for you. Nou, we zijn er alweer, jongens. Kijk eens aan. Dat was met het avontuur weer, of nee? Volgens mij is dit ons kamp, tenminste. Ik weet niet zeker. Vrij zeker, maar... Welkom thuis. Kijk hoeveel paarden we hebben. You sack of shit. Let's introduce you to the boys. To the boys. Oké. Okay. Nou, neem hem maar mee. Zo. Don't hurt me, please. Oh, don't worry. They're real nice. Real nice. You found a little shit, did you? Yep. I got him. Very good. Welcome to your new home. Hope you're real happy here. You want me to make him talk? Oh no, now all we'll get is lies. Uncle, Mr. Williamson, tie this maggot up someplace safe. We get him hungry first. I got a saying, my friend. We shoot fellas as need shooting, save fellas as need saving, and feed them as need feeding. We are gonna find out what you need. I can't believe it! An O'Driscoll in my camp. I ain't an O'Driscoll, mister. I hate that fella. Oh, whatever you say, son. Well done, Arthur. I'm just sorry we missed out on Colm. Oh, there's time enough for that. Now, I gotta figure out if we can hit that train. Okay. Haalt wel een goed punt wat hij inderdaad zei. Van nou krijg je toch alleen maar leugens.
Dus mijn mensen even uithongeren. What the hell. Het is weer een volgende dag, jongens. Ik ga denk ik gelijk hier de episode beëindigen. Ik weet dat het een lange episode is geworden. Meerdere redenen natuurlijk. Het is de eerste episode, dus die wil je altijd wat langer hebben. En ten tweede, ik wil gewoon alle episodes waarschijnlijk zo rond een uurtje maken. Want dan gaan we er op een beetje normaal tempo erheen. Dus als het goed is, elke dag een nieuwe episode. En hopelijk zie ik jullie dus morgen weer terug bij een gloednieuwe episode van Red Dead Redemption 2. Ik heb er super veel zin in. Het is dus een free roam game. Tot op heden hebben we daar eigenlijk nog helemaal niks van kunnen merken. Dus ik weet niet hoe dat gaat lopen, maar wordt super vet, kan ik je beloven. Dus hopelijk zie ik jullie morgen weer terug bij een nieuwe video. Dus tot dan en houden we.